Oké, de Nopi Experience. Ondanks onze reservering moesten we toch nog even wachten aan de bar. Maar dankzij deze Prosecco Col Fondo vloog de tijd en al snel kregen we onze tafel. Wat ga je daarmee doen? Liepjelle, we kennen elkaar nu een tijd. Daarna dronken we deze oranje wijn uit Georgië die werkelijk niet te zuipen was. En vervolgens kwamen de eerste voorgerechtjes door. Eigenlijk is de bedoeling dat je gewoon heel veel verschillende voorgerechtjes met elkaar deelt. En als ik je mag aanraden, hou het daarbij en laat het hoofdgerecht lekker zitten. Ik heb een limoen op de grond laten vallen toen ik hem uitperste. En op mijn shirt. We hadden dus wel een hoofdgerecht met hele lekkere bijgerechtjes trouwens. En zoals je ziet ging de vis ook wel op. Toen kwamen we de nagerechten. En die waren op zich lekker, maar ja, ze waren helemaal niet zoet. Dus het smaakt niet echt als een dessert voor mij. Zo, vond je het? Heerlijk. Lekker, hè?